Vanavond de waarheid rond de pil die een einde maakt aan het gat in de hand. Een vrolijk kerstverhaal voorbij de centrale verwarming. De fascinatie van James Cook voor de springhaas. Vanavond ontvangt de firma List en Bedrog twee diepgravende speurders naar de werkelijkheid. Het laboratorium van de leugen wordt geleid door de hoogopriesteres van de firma, Irene Moors. Goedenavond allemaal, welkom op deze stemmige avond bij de firma List en Bedrog. En vanwege het feestelijke karakter van deze avond hebben we het bedrijf maar eens in de feestverlichting gezet. Valt het op? Heel mooi. Is het niet fantastisch? Ja. Het neemt natuurlijk niet weg dat wij vanavond gewoon net zo streng zijn als anders. Er gaat een bittere strijd gevoerd worden en alles gaat om de waarheid en niets anders dan de waarheid. De deelnemers zijn vanavond aan mijn ene kant musicalster Tony Neef. Dankjewel, dankjewel. En tegenover hem tv-presentator, maar inmiddels ook al musicalster, Danny Rook. Nou, allebei de hoofdrol in Chicago, Billy Flynn. Hè? Hoe vind jij dat Danny het doet, Tom? Heel goed. Ik heb natuurlijk alleen maar zijn begin gezien, maar dat was al goed. Nu als hij speelt, ja, dan ben ik lekker vrij. Daar ging het mooi aan komen. Ja, maar je bent echt tevreden over hem. Ja, en ik vind het een hele verrassing dat hij het doet. En niet iemand die al een hele carrière heeft gehad in de musicalwereld. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk dat jij het bent gaan doen, Danny. Hoe vind jij eigenlijk dat Tony het doet? Nou, heel erg goed. En hij heeft me natuurlijk heel goed geholpen. Want toen ik hoorde dat ik het kreeg, moest ik natuurlijk wel een stoomcursus musical acteren krijgen. En hij heeft me heel erg geholpen en heeft me heel veel tips gegeven. En ik vond het geweldig. Nou, jullie zijn tevreden over elkaar. Maar zeker. Je moet er nou toch maar een beetje... Maar nu is het anders, hè? Ja, een beetje tegen elkaar, hoor. Nu is het een strijd. Ja. Goed. Goed. Tijd voor de biografie van Tony Neef. 5 gebeurtenissen passeren de revue. Een hoop is onzin, Danny. En jij moet bepalen wat waar is en wat niet waar is. Ik kijk mee. Succes. Tony Neef. 8 jaar was Tony toen hij Heintje op televisie zag. Dat werd zijn grote voorbeeld. Tony studeerde andragologie in Groningen. Veel studeren deed hij niet. Hij stortte zich geheel op het uitgaansleven van Groningen en raakte aan lager wal. Tony is een koele kikker uit het noorden van het land. Om zich in te leren leven in de muziek heeft hij een cursus muzikale emotionele expressie gedaan. Vanwege de vele kussen die uitgewisseld werden tussen Kim en soldaat Chris in Miss Saigon had hij een 10 minuten durend tandenpoetsritueel voor iedere voorstelling. Tony heeft een indrukwekkend cv. Hij speelde in diverse musicals, deed verschillende stemmetjes voor tekenfilms en had ook nog een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar wie weet nog dat hij ooit finalist was van het Nationaal Songfestival. Ja. Nou, ik ga het Ik dacht dat een jeugdfoto van jou, maar dat was Heintje natuurlijk. Nee, dat was Heintje. Ja, dat is voor mijn tijd. Zijn we meteen bij de eerste stelling, Danny. Is Heintje het grote voorbeeld geweest voor Tony? Nee, daar geloof ik niks van. Nee, waarom niet? Nee, dat denk ik niet. Tony. Dat is waar. Echt waar? Ja. Arm kind. Ik was een jaar of 8. Ja. Wat echt waar voor je? Zong je op dat moment mama? Ja, op de wc. We wonen in een rijtjeshuis en 5 huizen verderop konden ze me nog horen. Ach, maar is Heintje die albino? Nee, dat is Heino. Oh, dat is Heino. Een Heintje was... Heintje was Heintje. Die jongen. Je hebt ook een Heintje Davids. Ik heb ooit een keer mocht ik opblijven, s'avonds van mijn ouders, voor een grote tv-show. Want daar zou Heintje komen. En toen had ik de regel niet helemaal goed gelezen, want er stond optreden van Heintje en er stond daar Davids.
En toen was mijn hele avond verknald. Want ja. Heintje Davids was een dame van in de 80. Daar had ik helemaal niks mee. Alleen een naamgenoot. Ja. Wat een leuk bestudatje. Maar kun je om het geheugen van Danny wat op te frissen... even één regel geven uit Mama? Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama. Maar Tony... Want ik zit om mezelf te klappen. Kijk, Tony en ik komen allebei uit het oosten van het land. Kun je hem ook een keer doen zoals je vroeger praatte dan? Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Ah, dat valt nog mee. Heulen, ja. Heulen. Ja. Oké. Ik vond het geweldig. Dank je wel. Ja, ik ga door naar de tweede stelling. Goed. Raakte Tony, toen hij studeerde in Groningen, een beetje aan lager wal en kwam er van het studeren niet veel terecht? Ja. Waarom zo. Ja? Ja, omdat ik Tony wel, ik denk dat hij wel een levensgenieter is. En ik weet natuurlijk wat er in de koelkast bij Chicago voor gezellig staat. Danny, niet nu. Niet nu, Danny. Dus daar zal ik me er niet over uitweiden. Maar ik denk inderdaad dat hij en de hele gezellige studententijd heeft gegeven... dat hij zeker vaak in de kroeg te vinden was. Tony. Ik zeg altijd, ik was student. Ik zeg nooit, ik heb 6 jaar gestudeerd. Maar ik het was waar. Ja. Maar dus, ik heb gezegd aan lager wal. Was het echt zo erg? Nou... Ik moet wel zeggen, toen die hashies, ik ben er nu niet zo heel erg voor. Echt waar? Hij was ik heb jointjes gerookt en zo. Zo. Ja. Ja. En dat je wel eens had dat je dan naar de bakker moest en je moest dan een half brood halen. En je kwam met 6 bonbons thuis en heel wit. En je denkt van, god, dit klopt toch niet helemaal. Ja. Maar ben je ook daardoor niet afgestudeerd of wel? Nee, ik ben niet afgestudeerd omdat ik verliefd werd op iemand. En die zat in het vak. Mm-hmm. Heintje. En diep... nee, Heintje Davids. Ah, okay. Maar die maakte iets bij mij wakker. Zo van, ja, ga je hard maar achterna. Ja. En dat is mijn beste beslissing geweest die ik ooit heb gedaan. Ben je toen ook een beetje uit het gootje gekropen en gekozen voor Maar dat was ik toen al hoor, dat was een korte Nee, anders krijgt mijn moeder een verkeerde indruk over je. En dat wil ik toch voorkomen. Maar maak je geen zorgen. We gaan naar de derde stelling. Heeft Tony een cursus muzikale emotionele expressie gevolgd om zich te kunnen inleven in de muziek? Om de emoties daarbij te kunnen voelen? Ik weet toch dat hij gestudeerd heeft, dat hij muziek gestudeerd heeft, maar ik weet niet of dat dan een vak is op die school. Maar hoe noemde je die cursus? Muzikale emotionele expressie. Ja, dat zou ze op die school wel gegeven kunnen hebben. Dus ik zeg ja. Tony, als die cursus er was geweest, had ik hem ook gedaan, omdat ik toen ik de rol kon krijgen in Saigon, dacht ik ben veel te oppervlakkig, veel te cool om me zo te kunnen inleven in dat. Verhaal van Saigon. Maar niets was minder waar. Want na de eerste repetitiedag heb ik alleen maar lopen janken. Ja, hij heeft alleen maar geld, dus hij heeft het niet gedaan. Jammer. Sterker nog, hij loopt gewoon enorm leeg bij elke dramatische nood, zou ik maar zeggen. Ja, ik ben een watje. Dus ben eigenlijk, trots op ook, eigenlijk zou jij een cursus willen doen waarbij je die tranen onder bedwang wil houden. Dat zou beter zijn. Ja. Goed, gaan we naar de vierde stelling. Helaas. Heeft gescoord. Heeft Tony altijd een 10 minuten durend tandenpoetsritueel uitgevoerd? Voor de voorstellingen van Miss Saigon vanwege het vele zoenen? 10 minuten? Nee. Een soort ritueel van tanden, flossen, dingen. Ik ben nu toch in de war, want er staat al zo'n enorme staafmixer, tandapparaat voor Tony daar. Dus hij poetst sowieso altijd zijn tanden voor de voorstelling. Dus dat zal hij dan bij Miss Saigon ook al gedaan hebben. Maar was het echt zo van, nou, we moeten het even... Ik denk dat hij het meer gewoon voor de... Ja, of het speciaal voor het zoenen is, dat denk ik niet, maar gewoon als algemene frisheid. Ja of nee? Ja. Ja, had je een 10 minuten durend tandenpoetsritueel? Nee, hoor, Linda en ik praten elkaar zo ook op. Ja, knoflook of niet? Echt waar? Maakt niet uit. Maar het is waar, want ik krijg er geen punten, dat weet ik. Maar je poetst altijd je tanden voor de voorstelling. Ja, maar ik denk dat iedereen dat niet als werk gaat tanden poetst. Jawel, maar niet een ritueel wat te maken had met het zoenen. Dat maakte niet uit hoe ze uit hun mond riekte. Je krijgt geen punt. Oké. We gaan verder met de vijfde stelling. Was Tony ooit finalist op het Nationaal Songfestival? Dat moet je toch weten? Weet je volgens mij. Nou, ik weet niet of hij finalist was, maar hij heeft wel meegedaan, zeker. Toch? 2 keer. Ja. 2 keer zelfs. En was je ook finalist? Want dan had hij toch gegaan. Ik heb gescoord, dan zeg ik niks meer. Vertel eens, Tony. Je bent finalist als je meedoet aan de finale. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Oh ja. Er zijn zoveel liedjes. Maar wat zong je? Ik zong de eerste keer zong ik een liedje van Hans Vermeulen. Ik kan alles, heet dat. Maar ja, ik kon niet genoeg om toen dan naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Ja. En de tweede keer zong ik een liedje...
Nooit geweten. Ik heb nooit geweten dat het zo zou zijn. Heel leuk Zweeds. Heerlijk. Vrolijk liedje. Maar niemand vond het oké om deur te gaan naar het Songfestival. Nou, precies. Ja. Met Hella Kofferman was dat. Ja, die ken ik. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat jammer dat je dat... Maar zou je het nog steeds willen naar het Eurovisie Songfestival? Ja, maar als schrijver. Ja, ik wil die stress niet dat je voor 3 minuten... dat je daar 3 minuten iets moet doen... en dat daar bijna je hele leven van afhangt. Dat wil ik niet. Gewoon als schrijver. Heerlijk. Lekker naar de... Nou, je kent het. Wie weet, wie weet. Danny, 2 punten gescoord. Oh, nou, ligt onder de maat. Had nog slecht gepunt. Dank je wel. Ik zit met 2 heren aan tafel die volgens mij heel veel geld uitgeven aan van alles en nog wat. Zeker in deze maand. Mm-hmm. Is het met Sinterklaas en met, kerst. Met kerst. Vertel. Aan wat? Veel gekocht? Ja, heel veel gekocht. En ik heb sowieso altijd het probleem van een gat in mijn hand. Ja? Kan nooit, als ik geld op de bank zie, dan denk ik ook... Oh, maar waar gaat het heen? Wat doe je ermee? CD's, boeken, nog meer. En deze trui. Lekker trui. Maar je hebt het zelf gemaakt. Ja. Tony, heb jij iets waar je voornamelijk je geld aan uitgeeft? Nou, dat wisselt. Het was vroeger kleding en dan is het weer een tijdje dat je, dan ga je uit. En dan, ik ben altijd bang dat men mij bestempelt als zijnde gierig. Dus dan strooi ik ook met geld. En, ja, jullie zijn dus eigenlijk 2 big spenders. Heren die snel en veel uitgeven. Ja. Ja. Kun je dat koopziek noemen, vraag ik me dan af. Nou, misschien. Daar gaan we even over nadenken. Maar wat misschien wel handig is om te weten... is dat er binnenkort iets te doen is tegen koopziekte. Daar hebben we een reportage over. Ja, en het is natuurlijk weer aan u en aan mijn gasten of u dat gelooft of niet. Nederland is ziek. Ernstig ziek. Nederland is koopziek. Jaarlijks wordt voor miljarden guldens uitgegeven aan schoenen... modieuze kleding, elektronische apparatuur en boeken. Nederlanders gaven dit jaar massaal meer uit aan genotsmiddelen... en aan duurzame consumptiegoederen zoals auto's en computers. Steeds meer vrije tijd lijkt gebruikt te worden om te funshoppen. Sommige mensen doen dat vanuit een zekere dwangneurose. Ze kunnen niet anders. Ik kom hier gemiddeld 3 keer per week. En ik vind dat ik hier gewoon heel goed geholpen word. En ik word heel blij ervan als ik weer met allerlei producten naar huis ga... Het kost wel heel veel geld, maar ik word er ook wel vrolijk van. Leggen we de haartjes meteen een beetje omhoog. Ik heb een mooie overblik. Het is wel een mooie kleur. Staat hij mij of niet? Ja, vind ik wel. Ja. Koopziekte is een veel voorkomende en zwaar onderschatte aandoening. 90% van de koopverslaafden is vrouw. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er meer dan 15 miljoen vrouwen... die last hebben van de compulsive buying disorder, oftewel koopziekte. Weet je, ik voel me heel vaak depressief en neerslachtig. Dus dan ga ik de stad in en daarna voel ik me gewoon een stuk beter... als ik allerlei aankopen gedaan heb. En ik koop voor een paar duizend gulden dan wel tegelijk. En dat ongeveer 2 keer per maand. Maar dan kom ik thuis en dan voel ik me best wel schuldig... want ik weet dat daar hele gezinnen van moeten rondkomen. En ja... Maar goed, op het moment zelf ben ik er wel heel blij mee. En dan word ik er vrolijk van. Alleen thuis ben ik eigenlijk nog depressiever dan dat ik al was. Pas sinds enige tijd is er vanuit de medische wetenschap aandacht voor het probleem. Binnenkort komt er een pil op de markt die mensen van hun koopziekte af moet helpen. Natuurlijk is de pil ontwikkeld in Amerika, het land van het onbegrensde consumeren. De werking van de pil is eenvoudig. Mensen die koopziek zijn, hebben minder serotonine in de hersenen voornamelijk. En willen ze dan door te gaan kopen, krijgen ze een bepaalde sensatie... waardoor die tijdelijk even wat beter is en ze zich even lekker voelen. Maar daarna zakken ze weer terug in datzelfde gedrag en gaan dan weer kopen. De antikooppil zou dus in feite een serotoninepil zijn... waarbij de bloedspiegel steeds constant blijft. Shoppen tot je erbij neervalt. Er zijn mensen die zich storen aan het gedrag van de zogenaamde shopaholics. Een groepje idealisten pleit al jaren voor consuminderen. Op de laatste zaterdag in november wordt wereldwijd de internationale niet-winkeldag gehouden. Dat is een dag van ludiek protest tegen overconsumptie en de invloed van reclame op het dagelijks leven. Waar zijn we dan in hemelsnaam mee bezig hier? In deze samenleving is gewoon aan het doordraaien. We moeten alleen maar kopen, kopen, kopen. Ja, ik vind het echt heel erg. Dat is zelfs een niet-winkeldag en er pillen voor nodig zijn om mensen te doen realiseren dat geluk niet te koop is. Tot nu toe gaat het allemaal nog wel goed omdat ik een goede baan heb. Ik heb geen financiële problemen verder.
Maar ik heb wel eens overwogen om hulp te gaan zoeken bij het RIAG. Maar ja, ik voel me daar toch een beetje te trots voor, eerlijk gezegd. Dus een anti-kooppil zou echt voor mij een uitkomst zijn. Onderzoekers aan de Universiteit van Stanford hebben ontdekt dat koopzieke mensen een te lage hoeveelheid van de stof serotonine in hun hersenen hebben. Een hoger gehalte serotonine zorgt ervoor dat ze zich beter voelen en minder snel toegeven aan de koopdwang. Onlangs zijn de bestanddelen van de pil getest op proefpersonen. In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar genezing van deze patiënten. En hebben ze het middel Prozac toegediend aan deze mensen met het actieve bestanddeel fluoxetine. Prozac is overigens een antidepressivum, waarschijnlijk wel bekend. En 1/3 van die mensen hebben we daarmee kunnen genezen. Het nieuwe anti-kooppil die op de markt zou komen zal ook waarschijnlijk het fluoxetine bevatten, waarmee we 80% kunnen genezen. Dat was nog eens een boeiende reportage, maar nou, wat is nou de vraag? De vraag is er een anti-kooppil en komt die binnenkort op de markt? Danny, wat denk jij? Estonië. Dat is maar het rijmt op. Nee. Ja. Nee. Ja. Ik denk het niet. Waarom niet? Ik geloof, als ik hier naar kijk, geloof ik het niet. Dan denk ik, wat knap gespeeld, wat leuk gedaan. Ik geloof het niet. Ja, alles kan toch? Het komt uit Amerika en dan kan alles. Maar ja, toch denk ik het niet. Je bent er echt het is een soort anti... Je hebt ecstasy, daar word je blij van. Hier moet je juist niet blij van worden, want dan ga je niet naar de winkel. Ik weet het jawel, niet, je moet, juist, nee, je moet het juist nemen. Je moet het juist nemen, zodat je niet depressief wordt. Dat je niet gaat kopen. Aha. Nou, ik denk het niet. Jij denkt nee, het hoor. Niet, Danny. Nou, ik denk, want bijvoorbeeld serotonine komt ook vrij. Als je ecstasy neemt, dan voel je heel erg gelukkig. Dus ik kan me voorstellen dat als je die stof neemt, dat je dan een soort welbehagen voelt. Dus dat je dan geen behoefte meer hebt om te kopen. Dus die mevrouw geloof ik niet die dat vertelt, die antidepressief is. Maar dat is serotonine, niet? Dat geloof ik. En ik denk dat ze wel een pil zouden kunnen maken waardoor je waardoor je goed dat voelt. Dat die pil er waardoor is je niet hoeft te kopen. En dat die op de markt komt. Ja. Jij denkt van wel, jij denkt van niet. Wat u thuis denkt, weet ik niet. Maar u moet nog even wachten op het antwoord. Tot zo. U bent weer terug bij de firma List en Bedrog. En we hebben het over koopziekte. Want wat is er weer veel gekocht in de maand december aan cadeaus en eten. En de detailhandel deed weer goede zaken. Nou beweren wij bij de firma dat er een pilletje dus bestaat... tegen dat kopen, dat je dat kan onderdrukken en dat het binnenkort komt. Danny, jij zegt, dat geloof ik wel. Ja. Tony zegt, dan had je het wel geweten. Dan had je het al in huis. Zoiets. Goed, zullen we maar naar het antwoord gaan? Of wil je nog terugkomen? Nee, nee ik wil het weten. Nee, ik het antwoord weten. Komt van Hans de Korte. Een pil waardoor je niet meer koopt? Er zullen in Nederland veel echtgenoten zijn die zo'n pil graag aan hun vrouw zouden willen geven. Een anti-kooppil klinkt erg onwaarschijnlijk, maar het gegeven is waar. Er wordt op dit moment hard gewerkt om een zogeheten anti-kooppil op de markt te brengen. De reportage die u zojuist gezien heeft, is dus echt waar. Zo! Zal het nog even duidelijker maken. De pil is er. Alleen, er wordt nog een beetje geheimzinnig over gedaan. Het ligt nu ter goedkeuring bij de Amerikaanse Food and Drug Administration. Als die daar wordt goedgekeurd, komt het op de markt. Nou, door mijn buisje. Nee. Nou, ja. Zeg. Ik wil het nog even met jullie hebben over de bekendste koopzieke vrouw. Dat staat hier. Dat is Imelda Marcos. Die had ooit 3000 paar schoenen. Maar ja, die moest op een gegeven moment dat land verlaten. Want dit werd natuurlijk uitgezet. En dat was natuurlijk een heel probleem. Want hoe krijg je zo snel die 3000 schoenen mee? Paar. Dus die heeft ze achtergelaten. Maar binnen nog geen 3 jaar had ze alweer 1800 paar schoenen. Dus om het nou eens over koopziekte te hebben. Dat schiet je lekker op. Ze hebben heel wat steunzool. Hè? Nou, weet ik niet. Zou ze die gebruiken? Nou goed. Tijd voor de belevenissen uit het leven van Danny Rook. Ook indrukwekkend, maar niet allemaal waar. Tony, aan jou weer de eer om daar de fouten uit te halen. Kritisch kijken. Danny Rook. Danny begon op 15-jarige leeftijd zijn carrière bij televisie als koffiejongen voor de omroepsters. In 1995 verhuisde Danny naar Manhattan in New York om daar lessen te volgen aan de prestigieuze Lee Strasberg Actors Studio. Hij heeft zelfs op Broadway gestaan, weliswaar met een piepklein rolletje. In het jongerenprogramma Now TV speelt Danny Tilly van Broekhuizen. Deze rol is Danny op het lijf geschreven.
Hij was altijd jaloers op actrices en zangeressen die voor een optreden flink in de make-up werden gezet. In de periode dat hij in Amerika woonde, keek hij trouw naar de serie Love Boat 2. Zo kwam hij op het idee de Leader Song opnieuw op te nemen. Danny vertolkt de rol van Bill Flynn in de musical Chicago. Eerder deed hij auditie voor de musical De Jantjes. Helaas voor hem behoorde hij toen niet tot de uitverkorenen. Leuk. Ja, had ik nog niet gezien. Mooi, hè? Leuk bandje. Ja. Goed, zullen we maar van start gaan? Ja, volgaarne. Tony, begon Danny op 15-jarige leeftijd zijn carrière als koffiejongen voor de omroepsters bij Veronica? Nee. Hoe denk je dat hij dan zijn carrière Ik denk dat hij zich in heeft geschreven voor dat programma waarbij je meteen iets kon doen. En dat hij dat ook meteen heeft gedaan. Koffiejongen? Nee. Wat zullen we zeggen? Fout. Zeg het maar. Ja, ik ben als koffiejongen bij Veronica begonnen. Ja. 15 jaar geleden, ja. Op zich wel, maar hij heeft wel een beetje gelijk eigenlijk. Dat kwam daarna, dat programma waar je op in kon schrijven. Ja. De Veronica kwam een jaar daarna, niet. Dat was het toen nog niet. Nee. Oh, ik dacht, nou dan heb je toch niet gescoord. Nee. Ja. Ik dacht namelijk persoonlijk dat, dat je dan, zeg maar, hoe heette dat ook weer? Club Veronica. Club Veronica, ja. Dat je binnen werd gehaald en dat dan je eerste taak zou zijn de omroepers koffie te geven. Nee, dat was niet zo. Nee. Nou, ik wilde je nog helpen. Ja, ik vond het heel lief van je. Maar we komen nu nadruk tot elkaar in de punten, dat zie je. Ja. Jij loopt hartstikke uit. Waarom wilde je nou zo graag bij de televisie? Ja, vroeger wilde ik altijd maar één ding en dat was gewoon bekend worden. Mm. Alleen maar aandacht. En dat was het enige wat ik eigenlijk wilde. Gewoon totdat ik op een gegeven moment een keer naar een concert toe ging. En toen presenteerde ik al een tijdje Club Veronica. En toen kwamen er allemaal meisjes naar me toe begonnen met te gillen. Hey, Danny. Dus ik dacht, wat te gek. En toen ging Take That op. En toen waren ze keihard weg. Zo betrekken. En toen ging ik s'avonds naar huis toe. En toen zat ik alleen op de bank. En mijn moeder was niet thuis. Mijn vrienden waren niet thuis. Ik kon niemand bellen. Toen dacht ik, nou leuk, bekend zijn. Dus toen dacht ik, nou dat stelt dus eigenlijk niks voor. Dus toen heb ik besloten, ik vind het heel leuk werk om te doen. En ik vind musical heel leuk en zingen heel erg leuk. Dus ik wil het doen omdat ik er een kick van krijg. Ja. En niet meer dat bekend zijn, dat is... Het is niet meer dat je het echt ziet als iets... Nee, omdat ik heb gemerkt dat dat me totaal niet gelukkig maakt. Dus dat is wel goed om mee te maken. Ben je nu wel gelukkig? Ja, heel. Fantastisch. Goed, we gaan naar de tweede stelling. Met zo'n buizenleger het verhaal over Danny die naar Manhattan ging, New York. Daar op die Lee Strasberg Actor Studio zat. Schijnt een zeer bekende school te zijn. Maar heeft hij een rolletje gespeeld op Broadway? Ja, het klinkt zo fantastisch dat je denkt van nou, dat is niet waar. Maar laat ik nou eens andersom gokken. Ik denk dat dat wel waar is. Denk je dat? Ja. Wat zou die gespeeld kunnen hebben? Nou, iemand die iemand koffie brengt of zo. Zou kunnen, Danny. Je zou er wat voor over hebben gehad, denk ik. Ja, veel. Ja, absoluut. Maar waarom ging je nou in Nederland niet gewoon naar de toneelschool? Omdat je als je in Nederland naar de toneelschool wil, moet je voor 4 jaar. En ik werkte al bij Veronica, dus ik wilde niet meer bij Veronica weg. Mm-hmm. En in Amerika geven ze cursussen iedere zomer. En daarna ook. Dan kun je gewoon daar naartoe gaan en kun je gewoon cursussen krijgen. Ja, en bovendien, kort. Amerika is natuurlijk het beloofde land. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dat is het gewoon helemaal. Ja. Maar daar ben ik natuurlijk ook snel van teruggekomen, want het was het helemaal niet. Nou, je hebt toch maar geleerd al in New York. Leven, ja. Maar wil je nou ooit op Broadway staan? Want je bent nu al heel ver. Je zit nu al in de eerste grote Nederlandse productie. Ja, natuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk. Je hoopt er waarschijnlijk nog een hoop te doen. Ja, lijkt me geweldig. Wat is je droomrol? Ik vind Billy Flynn wel een droomrol. Oh. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, want ik heb nog nooit iets anders gedaan. Wat ben je toch een tevreden jongen. Ja, ja. Ik vond het wel leuk. Goed. Oh, en die Lumière uit Beauty and the Beast. Ja. Die vind ik ook geweldig. Die zou ik willen doen, ja. We gaan naar stelling 3. Was Danny altijd een beetje jaloers, Tony, op zangeressen en actrices die zo lekker lang in zo'n make-up stoel mochten zitten? Ongetwijfeld. Jullie zijn er binnen 10 minuten klaar. Ongetwijfeld. Ja? Dat hij daarom zich zoveel vrouw is gaan spelen. Ja, want dat was ik eigenlijk ook. Nou, Danny. Hou toch eens op. Nee. Het is helaas niet waar. Nee, het is niet waar. Nee, het is niet waar. Weer bedacht. Ja. Nee. Maar waarom ben je wel zoveel vrouwen gaan spelen? Nou, omdat ik het. Omdat als je vrouwen speelt, kun je altijd veel andere leuke grappen maken dan als je een man bent. Mm-hmm. En
En ik vond bij bijvoorbeeld toen ik Tilly speelde bij Now TV, toen vond de eindredactrice dat er een problemenrubriek moest komen. Ja. Maar omdat ik mezelf nou niet zag zitten om serieus over liefdesproblemen te praten. Wat was ook weer de spraak van Tilly? Hoe bedoel je? Tilly had een aparte spraak, toch? Hoe ze praten? Hoe praten ze? Hallo, met Tilly. Ja, dat was ja. Nee, maar dus toen moest er een probleemrubriek komen. En dan dacht ik, nou, die vind ik leuk, dat doe ik die als vrouw. Ja. En toen kwam een vriend van mij bij het programma werken. En die zei, we moeten drama gaan maken. En dat ben ik dus gaan doen. Ja, ja, ook... Dus een dramaverhaal met allerlei typetjes. Mm-hmm. En ja, geweldig vond ik dat. Waar is Tilly gebleven? Die is dood. Oké. Okay. Ja, het is ontploft in een huis. Toen kwam echt zo mijn neus uit op een gegeven moment. En toen hebben we maar een kort en snel eind aan haar leven gemaakt. Nou, we gaan naar de vierde stelling alweer. Ja. Danny heeft in Amerika gekeken naar Love Boat 2, hè? Het vervolg op de Love Boat 1, uiteraard. Is hij daardoor geïnspireerd geraakt en wilde hij die Leadersong opnieuw opnemen? Vond hij zo geweldig dat hij dat weer hoorde? Ik denk dat dat een andere aanleiding voor was om dat liedje op te nemen. Ja? Niet het om... is een gokje, zo te horen. Ja, het is een goed gokje. Het is een goed gokje. Ja. En wat was de aanleiding? De aanleiding, ja, was, dat de aanleiding was dat een vriend van mij s'avonds in een discotheek zei, je moet Love Boat gaan zingen. En toen hoorde ik dat idee, dacht ik, geweldig, dat ga ik doen. Het was in het Nederlands, toch? Wat? Nee. Oh, nee. Ook niet de aankondiging. Alleen het was heel raar, ja, van Tilly, want op het moment dat jij dat uitbracht, kwam er nog eentje. Ja, bizar. Je had er echt gewoon jaren niet van gehoord. Ja. En dan kom, hoe zat dat? Geen idee. Oké. Okay. Dat weet ik nog steeds niet. Nee, dat zou ik toch eens uitzoeken. Nee. Ja, dat zou ik willen. Ja. Dat maakt jou niet meer uit. Nee. Oké. Okay. Het is gewoon leuk. We gaan naar stelling 5. Heeft Danny eerder auditie gedaan voor de musical De Jantjes? En werd hij daar helaas niet aangenomen? Nee, dat denk ik niet. Dat heeft hij niet gedaan? Nee, ik denk dat ik hem op het idee heb gebracht om bij een musical te solliciteren. Dat hij daarvoor nog nooit over na had gedacht. Hij heeft 6 keer was hij naar Chicago komen kijken. En ja. Toen hoorde ik dat er, of ik wist dat er audities waren. Ik sprak met Vrouwtje de Bot. Vrouwtje de Bot, ja. Een soapactrice. En ik wist dat die twee ook bevriend zijn, Danny en Vrouwtje. Ik zei, je moet Danny vragen of die auditie wil doen. Ja. Ik denk dat ik helemaal gelijk heb. Toe, zeg het. Niet bij de Jantjes wezen solliciteren. Wel bij de Jantjes wezen solliciteren. Echt waar? Ja. Wil ik het verhaal een beetje naar mezelf toe trekken? Ja, het is heel jammer. Nee, maar goed, maakt niet uit. Oh, goede score dit. Ja. Vertel eens. Ja, ik werd een keer gebeld door... Wat moest je doen daar op de auditie bij de Jantjes? Blauwe toon. Ja. Dat is? Een rol in die serie. Ja, dat weet ik ook niet. Plat Amsterdam. Ja. Ze belden me op en ze zeiden van, wil je auditie doen voor Blauwe Toon? En ik zei, nou, leuk. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Een dag van tevoren belden ze en zeiden ze, nou, de rol die hem zou gaan spelen, de jongen die hem zou gaan spelen, die doet het ook. Dus je hoeft eigenlijk niet meer te komen, maar je willen je graag even zien. Dat is een lekkere. Dus toen ben ik toch langs gegaan. En, ja. Dus het was erg leuk. Zou ze het kunnen? Tony heeft er 1 goed. Dat is nog slechter dan de score van Danny. Helaas, het is niet anders. Maar mijn eer is gered. Klein applausje mag je wel eens. Ja, aanmoediging. Denken jullie dat je zomaar kerstman kan worden in Amerika? Ja, zeker. Nee, dat denk ik niet. Jij denkt van niet? Nee, ik denk dat er opleidingen voor zijn. Wat denk jij? Oh, er zullen vast wel opleidingen voor zijn, maar... Ja, eerst zeggen ja zeker en dan zeg ik dat er een opleiding voor is en dan ga nee, je... Nee, maar ja, iedere gek in Nederland kan ook wel Sinterklaas spelen, dus... Ik denk dat ik inderdaad in dit geval streng moet zijn. Ja. Jij zegt dat was meteen een opleiding zijn. Of... Jij zegt meteen, hoorde ik tegen je, nee, dat kan iedereen worden. We gaan kijken hoe het zit, meteen. Zo is dat. Ja hoor. Heb ik een punt? Er is een opleiding voor kerstmannen. Je kan niet zomaar kerstman worden. Er is iets in New York. En wat je nou allemaal moet doen en moet kunnen is bijvoorbeeld luisteren naar kinderen. Je moet op de juiste manier de kerstbel luiden. Ho, ho, ho. Met een goede lach bas eruit zien te krijgen. Je mag niet roken. Anders vlieg je baard in de fik. Drankgebruik is ook uit den boze. En nou, met die dikke buik. Je krijgt ook zelfs een diploma. En als je een diploma kerstman hebt in Amerika, dan kun je jezelf wat duurder verhuren. Ja. Zo, en dat zijn de feiten. En dit was voor een punt, toch? Nou, ik jawel. Toch? Jawel. Ik eis een hertelling. Nee, ik gun Tony zijn puntje. We gaan kijken naar een voorwerp. Dat heb ik hier in het kerstige decor staan. Wat een prachtige kerstboom daar ook, hè? Nou, wat het hier op die kip doet, weet niemand. Dit is het voorwerp. Ik ga jullie vertellen wat het is.
Vroeger hadden de mensen heel veel schilderijen in huis. Ja. Hysterisch veel. De mensen van de gegoede klasse, hè, die daar ook geld voor hadden. Er ging zoveel dat ze op een gegeven moment niet eens meer precies zagen wat er nou precies hing. Dan hadden ze zoiets van, nou, ik ga op mijn stoeltje zitten, ik ga even lekker onderuit en ik ga me eens focussen op een detail. En dan ga ik zo zitten kijken. Denk, oh ja, dat schilderij heb ik ook. Oh ja, oh daar, ja, naast zeg, dat schilderij heb ik ook. Dat, ja, een mooi detail. Dat is het. Nou is de vraag... Mag ik aanraken? Nou, heel even. De vraag is, klopt het wat ik zeg? Werd het hiervoor gebruikt of niet, Tony? Nee. Waarom niet? Onzin. Nou zeg. Onzin. Waarom zit dat pijpje aan de zijkant? Is zin wel mooi iets zo. Dank je. Oh, dan misschien toch. Onzin, zegt Tony. Nee. Wat zegt Danny? Ja. Waarom zouden ze dan nog zo'n extra dingetje erop vast hebben gemaakt, denk ik dan weer? Van. Ik vind het wel een leuk idee, want bij film doen ze toch ook altijd zo? Ja. Dan zeg jij maar ja. Ja, ik zeg wel ja. Zeg jij ja? Ja. Voor het spanningselement. Dat is leuk. Jij zegt ja, jij zegt nee. Klopt mijn verhaal nou wel of klopt mijn verhaal nou niet? Ik ga het nu vertellen. Ja. Het verhaal wat ik heb verteld, klopt. Is waar. Yes! Ja. Kan toch niet? Wat een onzin. Moet ik het voelen? Ik ga het voordoen. Kijk, er zijn hier heel veel schilderijen hierboven. Hè? Ja. Dat staat gezellig, vinden wij. Dan hou ik Geert-Jan er even bij. Hè, dat is handig. Als jij nou zeg maar door je kijker een beetje gaat focussen, kan je dat? Dat kan je wel, hè? Nou, dan hou ik hem er zo voor, zo gaat het. En dan ga jij kijken, doe ik het goed, naar een schilderij daarboven, dat oranje ding. Kijk eens, wat zien we? Och, fantastisch, hè? Ja, en de rest is weg. Je kan je concentreren op één ding. Ja. Dat voelde ik ook. Nou, dankjewel. Ja, maar je hebt de voeltest. Nou, is dit het niet alleen. Want het werd voor meer dingen gebruikt, maar anders maakte ik het natuurlijk te makkelijk. Het werd ook gebruikt bij schilders in de 19e eeuw. Die hadden hier dan zo'n stok op en die hielden dat dan zo vast. En die stonden dan bijvoorbeeld in een landschap zo te kijken en te schilderen zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is het een beetje. Ja. Geinig toch? Ja, en we hebben het geleend van het Tijlers Museum. Mijn dank. Ik leg het even opzij. Nou, jullie zijn... jij bent verbaasd. Ik ben heel erg verbaasd. Maar het tweede verhaal had jij wel geloofd natuurlijk. Hè? Want er zit hier een gaatje in. Daar kan dan een stokje in. En dan kan je het zo vasthouden. Goed, zullen wij maar doorgaan? Ja, doen we. Hoe vieren jullie kerstfeest, Tony? Nou, de afgelopen jaren viel er weinig te vieren omdat ik altijd aan het werk was. Aha, meestal gaan de mensen dan naar het theater en dan, dan sta ik daar. Maar ben jij een kerstbomen iemand? Nee. Danny? Ja, zeer. Wat voor kleur hangen erin? De kleuren ballen? Rood en blauw. Leuk. Rood en blauw. Weet jij eigenlijk waarom mensen ooit de bomen zijn gaan versieren rond de kerst? Als geschenk aan de goden? Ja, je kan natuurlijk wel van alles bedenken. Ik denk dat wat jij zegt niet waar is. Oh. Ik weet een ander verhaal. Mm. En daar gaan we nu naar kijken. Heel goed. One little Christmas tree was standing alone, waiting for someone to come by. One little Christmas tree that never had grown cried as he looked up to the sky. Could one little Christmas tree, so tiny and small, light up someone's home? Kerstbomen zijn niet alleen wonderschoon, ze zijn ook het symbool van Kerstmis. Maar waarom zetten we ieder jaar weer een groenblijvende naaldboom, overladen met slingers, met ballen en lampjes, midden in ons huis? Het antwoord op die vraag brengt ons terug naar het Duitsland van de donkere middeleeuwen. Dit Duitse gebruik om met Kerstmis een boom in huis te halen... Hey Griet, heb je nog was? ...heeft te maken met een christelijke feestdag die tegenwoordig niet meer bestaat. Paradijsdag. In de middeleeuwen werd deze dag gevierd op 24 december. Onderdeel van deze dag waren toneelstukjes waarin een belangrijke rol was weggelegd voor de boom der verleiding, van waaruit Eva door de slang een appel werd aangeboden. Oorspronkelijk zou hier een appelboom voor gebruikt moeten worden. Maar aangezien deze toneelstukken 's winters werden opgevoerd, lag het voor de hand
dat er een boom gebruikt werd die ook midden in december groen was. Een dennenboom. Naar aanleiding van dergelijke toneelstukken op Paradijsdag zetten veel middeleeuwers zo'n paradijsboom in huis. In de eeuwen die volgden verloor Paradijsdag aan betekenis ten gunste van Kerstmis. Net zoals in Duitsland nog steeds veel mensen rode appeltjes in de kerstboom hangen. De paradijsboom werd op die manier een kerstsymbool dat zich in de 17e en de 18e eeuw over Europa verspreidde. I'm the happiest Christmas tree. Oh, oh, oh. Someone came and they found me and took me home with them. Oh, I'm the happiest Christmas tree. A Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho, 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 hee, hee. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Is het nou zo dat de herkomst van de kerstboom komt van de viering van Paradijsdag? Adam en Eva, je kent het wel. Duistere middeleeuwen stond het symbool voor de boom der verleiding en hingen er oorspronkelijk appeltjes in plaats van ballen. Dat beweren wij. Goed, vertel het maar, Tony. Nee. Nee? Nee. Jij vindt het wel een mooi verhaal? Ik heb geen toelichting. Ik zeg gewoon nee. Ik speel voor de punten. Ik geloof het ook niet. En je hebt ook geen toelichting? Nou, ik denk gewoon dat het christelijke geloof nog steeds van baalt dat Tom van die appel is gegeten. Mm-hmm. Dus waarom zouden ze zo'n boom in de kamer neerzetten en met appeltjes eraan om de grote verval van goed, de mensheid te gedenken? Jij denkt goed door. Jij denkt het is niet waar. Nee. Er zijn overigens ook twijfels over de geboorte van het kindje Jezus, hè? Ja. Want het komt door dat liedje, de herdertjes lagen bij nachten. Ja. De herdertjes lagen bij nachten in het veld. Maar op 24 december is het hartstikke koud daar. Dus die herdertjes kunnen nooit in dat veld gelegen hebben. Dan was het daar ook koud dus aan. Dus het kindje Jezus zou misschien toch meer richting de lente nee, ter wereld dat, zijn gekomen. Nee, maar dat weten ze toch ook, dat Jezus niet geboren is in de winter, maar gewoon ergens inderdaad in de lente geboren is. Maar omdat het gewoon makkelijker uitkomt, zo rond oud en nieuw. Weet je wat, we dwalen af van het onderwerp. De herkomst van de kerstboom, daar ging het over. De meningen zijn verdeeld, we gaan er straks op verder. We hebben in de firma Listenblog net gekeken naar een boeiend kerstverhaal over kerstbomen. Waar komen ze vandaan? Wij beweren dat hij oorspronkelijk is gebruikt voor de viering van Paradijsdag op 24 december. Het was het symbool der verleiding en er hingen ooit appeltjes in plaats van ballen. Dat was het verhaal. Jullie zeggen allebei, geloof ik, Tony, jij zegt nee. Ja, het is niet spannend, hè? Nee. En jij zegt ook nee. En jullie gaan niet voor verschillende punten. Jullie blijven bij deze mening. Wie weet er nou alles van bomen? Planten, bloemen. Nou, natuurlijk. Heb je niet ooit in zo'n programma gezeten? Ja, mijn ex-collega en tevens nog steeds de bekendste tuinman van Nederland, Rob Verlinde. Er zijn vele legendes over het gebruik van de kerstboom. Maar er is het dus maar één waar. En wie had het nou gedacht dat Adam en Eva met onze kerstboom te maken hebben? Nou, je had de boom der verleiding. Daardoor kreeg je Paradijsdag. Nou, Paradijsdag bestaat niet meer. Maar het gebruik van die boom bleef. En dat is onze kerstboom. En gelukkig maar, want een kerstmis zonder kerstboom in huis, ja, dat is toch niet gezellig? Het is dus waar. Maar nou spreek ik u toch. Die kerstboom die wij gebruiken, dat is uniek, hè? Die groeit normaal op een berghelling, zoals deze spaar. Ik moet Rob even onderbreken. Hallo, mag ik weer even in beeld? Natuurlijk. Rob heeft altijd zo'n lang verhaal. Ik wil nog even vertellen dat 45% van de Nederlandse huishoudens een kerstboom gebruikt. Dat is niet veel. Is hij nou nog steeds aan het praten, Rob? Hou nou eens op. Ja. Nu weet ik het wel. Want dan gaat hij altijd vertellen van boven tot onder wat er allemaal over gaat. Wel bedankt, maar voor je het weet heeft hij alles inderdaad beschreven. Overigens zetten ze in India bananenbomen neer. Dat is ook leuk. Ja, als kerstritueel. En of versieren ze, moet ik zeggen, bananenbomen. Ik denk, hoe kan dat nou, van ding is groot. Nee, ze versieren bananenbomen. En ze gebruiken mangobladeren in plaats van hulst. Leuk. Willen jullie nog weten iets over de mistletoe? Ja, dat mag je altijd onderzoenen. Dat mag je onderzoenen. Weet je ook waarom?
Omdat mensen echt gewoon alle gelegenheden aangrijpen om met elkaar te zoenen. En dan doe je dat maar. Ja, in Amerika is dat hysterisch doorgevoerd. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Het komt uit de Griekse oudheid. Men schreef vruchtbaarheid toe aan die mistletoe, aan die plant. Er werden tijdens grote feesten hingen die dingen ook overal. En er werd vreselijk gezoend. Ja, ja. En hoe het dan met die vruchtbaarheid zat, dat merkten ze later dan. Ja, ik heb een vriendje maar vaak gezoend onder zo'n mistletoe. Maar ik heb nog nooit iets gemerkt. Nee, wat raar is dat. Ja. Maar er is nog een verklaring over de mistletoe uit de middeleeuwen, dat het gebruikt werd om heksen buiten de deur te houden. Ah, wat steken we een hoop op, hè, op zo'n avond? Ja. Dat het, ja. Is het niet ene? Mm-hmm. Irritant. Ik speel heel erg voor de punten. Ja. En nou een keer niet. En... Ja, het spijt me. Ja. Iets heel anders. We gaan het weer hebben over de herkomst van woorden. Dat staat weer voor een boeiende sketch natuurlijk. Woorden ontstaan soms op een hele bizarre manier. Zo ook het woord kangaroo. Kangaroo. Een van de bekendste ontdekkingsreizigers uit de 18e eeuw is James Cook. Zijn jonge jaren bracht hij door op zee en in snel tempo maakt hij carrière als stuurman en kapitein. In 1768 kreeg Cook voor het eerst de leiding over een expeditie naar een onbekend zuidelijk land, Terra Australis Incognita. Dit was de eerste van de drie belangrijke ontdekkingsreizen die Cook ondernam. Op 5 februari 1770 zette hij voet op de ongerepte oostelijke kust van Australië. Daar stond hij voor het eerst oog in oog met een Aboriginal. En uiteraard was hij de taal van de Aboriginals niet machtig. Hallo, sir. Hallo, meneer. How are you? Hoe maakt u het? Boomba. Me too, thank you. Ik ook, dank u wel. Can you tell me what time it is? Kunt u mij vertellen hoe laat het is? Boomba. Ik geloof het niet. Hé. Hey. Sorry, sir. I have to interrupt you. Ik moet u even onderbreken. Can you tell me what kind of animal that is? Een kangaroo. Sorry? Kangaroo. Oh, it's a kangaroo. It's a kangaroo. Het is een kangaroo. Bye, sir. Dag, meneer. Bye, kangaroo. 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 Ja, nou weet ik het wel. Geloven jullie dat het woord kangaroo op deze manier is ontstaan? Dat het iets betekent in het oud Aboriginals als ik weet het niet. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik weet het niet. Kangaroo. Ik weet het niet. Dat het zo is ontstaan. Uit het oud Aboriginals. Nou ja, dus iemand vroeg van wat is dat voor beest? En die meneer die begreep niet wat die andere meneer zei. Dus die zei ik ga voor ja. Maar in het Aboriginals. Het gaat van één en win jij weer een punt. Adam heeft natuurlijk alle dieren naam gegeven. Ja, natuurlijk. Ja. Maar jij zegt, ik geloof dat wel. Wat ja, jij nee, ik geloof het niet. Nee. Danny ik zegt, denk ik niet geloof dat zo is. Het niet. Goed, dan gaan we kijken wat het antwoord is. Kangaroo komt uit de Aboriginal taal Gugu Yibidir en is Kaeng Uru. En dat betekent groot grijs beest. Het verhaaltje wat u zojuist dus gezien heeft, is niet waar. Niet waar. Maar het is wel een heel bekend broodje-aap-verhaal. Er zijn heel veel mensen die geloven dat het wel waar is. Dus het is niet zo raar dat je dacht dat het zo was. Er is wel iets ontstaan op die manier. Dat er een ontdekkingsreiziger kwam, bijvoorbeeld in Canada. Die wees om zich heen. Die vroeg zich af waar die was. Die stond bij een indiaan. En die indiaan die zei, Kanata. Want die indiaan dacht dat hij naar zijn dorpje wees. En toen zei hij in het Indiaans van mijn dorpje, Kanata. En toen dacht dus die ontdekkingsreiziger, oh, dit is Kanata. Canada, ja. Daar komt Canada vandaan. Oh, leuk. En dat is echt waar. Wat een boeiende verhalen allemaal deze avond, maar aan alles komt een eind. De einduitslag is hier. We zien dat Tony helaas na de kerstdagen en oud en nieuw een ander baantje moet gaan zoeken, want die wordt hier niet aangenomen. Nee. Maar Danny, gefeliciteerd, voor jou zelfs een eindejaarsbonus. Ja, weet dat dit echt de allereerste keer is dat ik ooit gewonnen heb met een spel op de televisie. Chapeau. Dat ik daar
Volgende week zijn we er niet, helaas, dames en heren. Dan is het 31 december. Dat is natuurlijk oudjaarsavond. Wordt bij RTL 4 een hele feestelijke avond. Ondanks het feit dat wij er niet zijn. Maar het wordt toch leuk. Maar over 2 weken is de firma List en Bedrog gewoon weer bij u terug. Dus ik hoop dat u dan weer kijkt. Dan is het 7 januari. Zit wel in het nieuwe jaar. Nog één ding. Zeg de komende dagen in ieder geval dat het eten lekker gesmaakt heeft. Ook al is dat niet zo, want het is vrede op aarde. Zo is dat. Prettige feestdagen en tot over 2 weken. Dag. Merry Christmas. How are you? Hoe maakt u het? Ja, doen we.